Uit internationale onderzoekingen is gebleken dat de overlevingsduur van niertransplantatiepatiënten hoger ligt dan van patiënten die dialyseren. Dit zei Priya Gopal Rai, voorzitter van de commissie Niertransplantatie Suriname. Op een gisteravond gehouden bijeenkomst is informatie verschaft over de commissie en wat haar taken zijn. Gopal Rai zei dat de commissie ernaar streeft om de eerste transplantaties in de eerste helft van 2019 uit te voeren. De commissie heeft natuurlijk als doel het voorbereiden, het toezien en het waarborgen van richtlijnen en protocollen die we zullen opstellen om uiteindelijk ons missie, ons doel te behalen. Dat is werken naar succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate zorg en nazorg. Onze taken, we hebben dus voorbereidende taken, we hebben uitvoerende taken en belangrijk is dat we de continuïteit kunnen garanderen van de niertransplantaties. Wat is de status nu? Waar zijn we nu? Want het is belangrijk voor u ook om te weten van als ze 23 juli geïnstalleerd zijn, wat hebben ze tot nu toe gedaan? We zijn nu op het punt waarbij wij patiënten identificeren, ontvangers identificeren. En daarom is er een uitvoeringsteam, zoals ik het ook al zei, ik heb onze uitvoeringsteam geïntroduceerd. En de nefrologen, de internist-nefrologen spelen een zeer belangrijke rol om op basis van een zeer objectieve kijk de patiënten, de ontvangers, te identificeren. Amar Poenwassi, internist, nefroloog van het Academisch Ziekenhuis, tevens ondervoorzitter van de commissie, benadrukt dat de nieren belangrijk zijn voor het maken van urine en de uitscheiding van afvalstoffen. Ze hebben een filterfunctie. Ze zuiveren ons bloed van allerlei afvalstoffen, maar ook van bepaalde medicijnen en andere stoffen die dus niet in je bloed thuis horen. Daarnaast, doordat ze ook je water- en je zouthuishouding regelen, want als je weinig drinkt, ga je weinig plassen, zo gaat het, regelen ze eigenlijk ook direct je bloeddruk. Dat zijn een beetje de bekendste functies van de nieren. Dus in feite, filteren van het bloed, regelen van je water- en zoutgehaltes in het bloed, waardoor ook je bloeddruk. Maar daarnaast, wat minder bekend is, ze maken ook hormonen aan, zoals het activeren van vitamine D voor stevigere botten. Maar ook het aanmaken van het hormoon EPO. Epoetine, dat bedoeld is om de bloedsaanmaak in het lichaam te stimuleren. Want als dat ding er niet meer is, dat weten veel van onze patiënten, dan moet je EPO uit een spuit krijgen. Tot zover Amar Poenwassi, internist, nefroloog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ondervoorzitter van de commissie Niertransplantatie Suriname. Hij sprak gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst van de commissie in de ballroom van Lalaroek.